In het Noordelijk Scheepvaartmuseum is tot en met 14 maart de tentoonstelling Botje in beeld te zien. De tentoonstelling is gewijd aan de maritieme familie Botje. Nou, dan ben ik benieuwd of daar wat over Berend Botje en over de in de stad bekende werf Botje Ensing & Co. te vinden is. Laten we maar eens op zoek gaan. De tentoonstelling is opgehangen aan Derk Harms Botje en een aantal van zijn nazaten. Die hebben allemaal een eigen hoekje gekregen hier. Hier hangen een heleboel botjes bij elkaar. Onder andere de stichter van de werf Botje Ensing & Co., Cornelis Derks Botje. Maar waar is Berend Botje gebleven? Hij is niet hier, hij is niet daar. Het liedje is waarschijnlijk omstreeks het midden van de 19e eeuw ontstaan. Maar toen bestond er helemaal geen Berend Botje. Dus waar slaat de tekst op? Nou, het is waarschijnlijk gemaakt door een straatzanger. En die straatzangers die gebruikten vaak actuele gebeurtenissen om een tekst te maken. Zo zou Lodewijk van Heiden Reinestein, een in Zuid-Laren geboren edelman, Berend Botje geweest kunnen zijn. Hij had in de Grieks-Turkse oorlog gevochten en daar allerlei heldendaden verricht. Zodat de Grieken hem BB noemden. Vadertje betekent dat. En in 1832 kwam hij terug als held naar Zuid-Laren. Met een schip naar Zuid-Laren. Dus Berend Botje. Een andere mogelijkheid is dat Berend Botje eigenlijk Berend Drent heette, een Groningse reder. Die liet wrakke schepen naar de Oostzee varen en die vergingen dan. Hij kreeg het verzekeringsgeld, de botjes, want een botje dat was een oud muntstuk. Dus het zou kunnen zijn dat Berend Drent de bijnaam kreeg Berend Botje. Nou, het enige wat er in het museum van Berend Botje is, dat is een miniatuurbeeldje van hetgeen er in Zuid-Laren staat. Een botje die wel heeft bestaan, dat is Cornelis Derks Botje. In 1878 vormde hij samen met Willem Ensing, dat was een andere werktuigkundige, en zijn schoonvader Everhard Kolk, een vennootschap tot het vervaardigen en herstellen van stoomvaartuigen en machinerieën onder de firma Botje Ensing en Compagnie. Botje en Ensing kochten de werf in 1878 van Alle Berkmeijer. In 1901 werd de vennootschap ontbonden en vanaf dat moment heette het bedrijf Scheepswerf en Machinefabriek voorheen Botje Ensing en Compagnie. Cornelis Botje werd opgevolgd door zijn zoon
Dirk Herman. Hier aan het Hoendiep was de scheepswerf en machinefabriek van Botje Ensing & Co. gevestigd. Jarenlang ging het fantastisch met het bedrijf. Het was een van de grootste werkgevers van de stad. De machinefabriek had bijvoorbeeld bedrijven als Niemeyer, melkfabriek De Ommelanden en het provinciaal elektriciteitsbedrijf als klanten. En op de werf werden vooral kleine schepen gebouwd. Na de oorlog kwam de derde generatie Botje in het bedrijf, Everhard Botje. En in die tijd was het Engelse bedrijf Elder Dempster een van de belangrijkste klanten. Die lieten sleepbootjes en sleepbakken, zogenaamde barges, voor Afrika bouwen bij de werf hier. In de jaren 50 gingen de zaken zo goed dat Botje een werf ging bijhuren aan het Reitdiep. In 1964 wilde de gemeente op deze plek een studentenflat bouwen. En Botje wilde toen al zijn activiteiten verplaatsen naar het Reitdiep. De andere werf van Botje was hier aan het Reitdiep gevestigd. En het was dus de bedoeling dat alle activiteiten naar deze plek zouden worden verplaatst. Maar het ging mis. Na het wegvallen van belangrijke opdrachtgevers als Elder Dempster en anderen, ging Botje zich toeleggen op de bouw van zeewaardige jachten. Eerst een jacht voor een Fransman en toen twee voor de Griekse reder Goulandris. Maar er was altijd wel wat. Dan viel er een hamer in een badkuip, was er verkeerd hout gebruikt. Steeds moest het overnieuw en het kostte geld en geld en geld. En toen was het op. Het terrein aan het Hoendiep werd verkocht aan de gemeente. En dit werd in 1965 verkocht aan de Volkswagen-importeur Ben Pon. En het was over met Botje Ensing & Co. Hoewel zijn zoon Everhard eigenlijk de leiding had, hield vader D.H. Botje een belangrijke vinger in de pap. En misschien was dat ook wel de reden van de ondergang van de werf. Want D.H. Botje was nogal ouderwets en daardoor was de boel sterk verouderd. Maar goed, hoe het ook zij, het leverde in elk geval een mooie tentoonstelling op. Berend Botje ging uitvaren met zijn scheepje naar Zuidlaren. De weg was recht, de weg was krom, nooit kwam Berend Botje om. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.